Mijn naam is Margreet Jonkman. Ik werk bij Friesland Campina als Corporate Director Research and Development. Mijn vraag aan de wetenschap is: hoe kunnen we bij een groeiende wereldbevolking duurzaam voedsel blijven produceren? De verwachting is dat in de komende jaren de wereldbevolking van 7 miljard mensen naar ruim 9 miljard mensen in 2050 zal groeien. Dat is een enorme uitdaging als we alle mensen energierijke, nutriëntrijke voedsel willen blijven voorzien die betaalbaar is en van hoge kwaliteit en veilig is. Er wordt nog een grotere uitdaging als we daarbij mee willen nemen dat we bij een groeiende vraag naar voedsel de aarde niet uit willen putten. En met de huidige technologieën en kennis is dat niet mogelijk. Er moeten nieuwe technologieën en kennis komen om hier ons bij te helpen. Vruchtbare grond en water is nu al schaars. En als we kijken naar onze fabrieken, moeten we stap zetten op het gebied van het gebruik van energie en water. Daarvoor is nieuwe technologie en kennis nodig om veilige, goed betaalbare, hoogkwalitatieve voedsel te kunnen blijven produceren. Daarom is mijn vraag aan de wetenschap: hoe kunnen we op een duurzame manier in de toekomst voedsel blijven produceren?